Ik heb het gemaakt in het leven. Ik weet het, ik heb al veel dingen in mijn leven gedaan die je zou zien als grote accomplishments. Maar vandaag of gisteren is er mij iets overkomen wat al dat overtreft. Ik heb een like gekregen van Hideki Kamiya. Hallo mensen, mijn naam is TheMetLuigi en wij kregen gisteren op Twitter best wel groot nieuws wat het internet een klein beetje choqueerde. Hideki Kamiya, een van de stichters van Platinum Games, gaat Platinum Games verlaten op 12 oktober 2023 en dit nieuws kwam uit het niets. Nou, voor de mensen die een beetje context nodig hebben over wie deze meneer is met zijn prachtige, fabuleuze tweets. Hideki Kamiya werkte origineel bij Capcom, waar hij games als Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami maakte. En uiteindelijk ging hij weg bij Capcom om zijn eigen bedrijf te starten, namelijk Platinum Games. En Platinum Games heeft sindsdien een paar fantastische games gemaakt met mijn persoonlijke favorieten, de Bayonetta franchise. Nou, gisteren op Twitter postte Platinum Games het volgende bericht. We regret to announce that Hideki Kamiya will be leaving Platinum Games on October 12, 2023. We are truly grateful for his creative ideas, leadership and contribution to the growth of Platinum Games from our start up to this very day. We believe that he will continue to succeed in his future endeavors as a game creator. We are looking forward to seeing the game industry grow into a better place with him in it. We wish him all the best for the future. En zelf op Twitter postte Hideki Kamiya zelf ook nog een klein berichtje hierover. En wat hier precies is gebeurd, weten we niet helemaal zeker. Je kan vinden van Hideki Kamiya wat je wil. Ik bedoel, hij is best wel een controversieel persoon dankzij zijn internetpersona op Twitter. Ik bedoel, dit is een van de zeldzame keren dat hij een keertje in het Engels tweet en dat hij niet iedereen blokt die reageert onder zijn comments. Natuurlijk kwam hij ook niet heel erg goed over tijdens die hele Bayonetta voice actor controversie van enige tijd geleden. Daarover kan je een video van mij bekijken als je daar zin in hebt. Maar voor de rest, naast al die dingen, is deze man best wel getalenteerd. Deze man is als vicepresident van Platinum Games verantwoordelijk geweest voor een heleboel fantastische games. Sure, hij heeft niet alles in zijn eentje zitten maken, maar zijn influence over deze projecten is heel duidelijk te zien. Nou, natuurlijk is de grote vraag, wat is hier gebeurd? Waarom gaat deze grote game director weg bij een bedrijf wat hij zelf heeft gesticht? En persoonlijk denk ik aan de hand van deze tweets van de man hemzelf dat er intern iets fout moet zijn gegaan. Ik bedoel, ik wil niet speculeren en we moeten gewoon wachten totdat de officiële statements naar buiten komen. Maar het lijkt erop dat deze meneer nog wel de intentie heeft om te blijven werken in de gaming-industrie en blijft te creëren. En het feit dat hij dat niet wil doen bij het bedrijf wat hij heeft gesticht, zegt mij dat er binnenin het bedrijf misschien iets is veranderd waardoor hij zich er niet meer thuis voelt. Of er iets is gebeurd achter de schermen waardoor hij het nodig vindt om weg te gaan. Als het iets was in de zin van Hideki Kamiya gaat met pensioen of zoiets, dan weet ik zeker dat het ietsjes anders verwoord zou zijn. Nogmaals, we moeten wachten op officiële statements en meestal met dit soort dingen komen verhalen over wat er precies fout is gegaan pas later naar buiten. Dus het kan nog wel even duren voordat we 100% zeker weten wat hier precies gaande is. Of het kan ook zo zijn dat we nooit erachter gaan komen wat er precies is gebeurd. Voor nu is het best wel vervelend om deze meneer te zien gaan, want nogmaals, hij staat achter een heleboel games, een paar van mijn persoonlijke favoriete games. En dat is heel erg jammer om te zien dat hij nu besluit te vertrekken. En ik wil vooral weten wat voor effect dit gaat hebben op Platinum Games zelf. Ik bedoel, Platinum Games doet het de laatste tijd niet heel erg lekker. Ik bedoel, Bayonetta 3 was een succes, maar voor mijn gevoel zijn een heleboel mensen die game alweer heel snel vergeten. Hun Bayonetta Origins game die ze pas geleden hebben uitgebracht, niemand heeft die gespeeld. En natuurlijk hun nieuwste grote project, hun grote samenwerking met Square Enix, Babylon's Fall, is minder dan een jaar dat het uitkwam offline gehaald. Dus ja, het is een beetje spannend wat er nou precies met Platinum Games gaat gebeuren als zo'n groot icoon weggaat bij het bedrijf. Wat de reden er ook voor is, dat kan niet goed zijn. Een heleboel mensen speculeren de laatste tijd ook dat Platinum Games misschien wil worden opgekocht. En een heleboel mensen zeiden van, oh, misschien gaat Embracer ze overkopen. En ik hoop dat niet, want Embracer koopt een heleboel studios op. En ze sluiten ze ook één voor één weer. Dus ik hoop niet dat dat de toekomst is voor dit bedrijf.
Ik bedoel, als het echt fout zou gaan met Platinum Games en ze zoeken iemand om overgekocht door te worden, dan kan ik me voorstellen dat bedrijven zoals Sega misschien daar wel geïnteresseerd in zijn, aangezien Platinum Games en Sega heel erg veel hebben samengewerkt. Niet altijd heel erg positief, want na Bayonetta 1 wilde Sega niet Bayonetta 2 maken origineel. En dat leidde natuurlijk dat Nintendo de Wii U erbij pakte en zei van, hey, wij willen Bayonetta 2 wel, for some reason, de meest on-Nintendo game ooit. En sindsdien zijn Platinum Games, Nintendo en Sega een beetje in een grote partnership over die games. Ik bedoel, ik zou zeggen dat Nintendo ze zou kunnen overkopen mocht het echt fout gaan. Alleen we weten dat Nintendo gewoon bijna nooit studios overkoopt. Ze doen dat gewoon niet. Heel af en toe kopen ze een studio over waarvan ze echt denken van ja, deze hebben de Nintendo feeling. En ik kan me niet voorstellen dat ze Platinum Games zouden gaan redden. Ondanks dat ze best wel veel contacten hebben met Platinum Games en best wel veel games samenmaken. Dan heb je nog Xbox. Op zich, ik bedoel, ik denk niet dat Microsoft de komende jaren nog iemand gaat opkopen na de Activision Blizzard deal, want ik denk niet dat ze daarmee weg kunnen komen. Plus, dat is een Amerikaans bedrijf wat een Japans bedrijf over zou nemen. Daar is allemaal gedoe over in Japan. Ik denk niet dat dat zou kunnen, maar Microsoft heeft ook wel zijn geschiedenis met Platinum Games, dus wellicht is dat ook een optie. Natuurlijk, ik wil niet met zekerheid gaan zeggen van oh, Platinum Games gaat nu ten onder. Maar ik vind het wel interessant om te zien dat zo'n groot personage als Hideki Kamiya nu weggaat bij dit bedrijf. En ik ben heel erg benieuwd wat dat zegt over de toekomst van Platinum Games. Want het zijn hele getalenteerde developers. En het zou heel zonde zijn om ze te verliezen. In ieder geval, ik ga denk ik een screenshot maken van mijn eerste interactie met Hideki Kamiya en dat inlijst of zoiets, want dat is echt heel erg bijzonder. In de tussentijd, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook leuk zijn, laat me weten wat jullie hiervan vinden. Wat vinden jullie ervan dat Hideki Kamiya weggaat bij Platinum Games? Wat zegt dit over de toekomst van het bedrijf? Laat me weten wat jullie ervan denken, ik wil het erg graag weten en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!